Het CDA is 35 geworden, wordt hij dit jaar. En dan komen wij feliciteren. Ja, het is toch heel bijzonder. Ja, ik sta er zelf ook van te kijken als je weet hoe vaak ik doodverklaard ben. En het was ook niet zo dat ik er nou zo op zat te hijgen of te jagen dat ik al in de politiek was. Maar ik had wel, ik was eigenwijs, daar ben ik altijd geweest. En dat is een goede eigenschap in de politiek, hoor. Ik kon beter opschieten met jongens dan met meisjes. Ik kon niet opschieten met meisjes op straat, want die huilden ze vielen en dat soort flauwekul, weet je wel. Dat was niks voor mij. En ik heb natuurlijk ook buiten de politiek dingen gedaan, altijd. Ja, heel veel. Hè? Ja. Je komt vanuit een maatschappelijke betrokkenheid bij de politiek. Opkomen voor vreemdelingen was bijvoorbeeld zo'n punt, maar opkomen voor vrouwen, dat was heel belangrijk. Ja. En, want dat werd niet geaccepteerd. Opkomen voor vreemdelingen werd eerder geaccepteerd dan opkomen voor vrouwen. Ja.